Een musical die u dan zelf gecomponeerd heeft, gaat in première. Wat doet dat met de mens? Goh, ja, heel veel natuurlijk. Hè. Het is al de 8e musical of zo. En ik denk iedere keer, ja, dat zal nu wel het grootste spektakel zijn waaraan ik mee heb gewerkt. Maar dit is verbluffend. Dit is beyond everything. Ik bedoel, dat is echt ongelooflijk. Dus het is heel spannend. We weten dat alles goed loopt, maar het is toch wel altijd spannend. Het première publiek is altijd een heel speciaal publiek. Het is ook een kennispubliek. Hè. Het zijn collega's uit het veld. Dus het is toch wel altijd spannend. Maar een feestmoment. Mijn muziek is klaar, de muziek is opgenomen. De cast is fantastisch. Het is heel goed gerepeteerd, alles zit perfect in elkaar. Dus ja, ik kijk er ongelooflijk naar uit. Het is een feestmoment, het is de kers op de taart vanavond. Wat voor muziek is het eigenlijk geworden? Uiteraard musicalmuziek gaat u mij antwoorden. Maar elke muziek heeft ook zijn eigen stijl en zijn eigen apartheid. Wel, ik heb eigenlijk de muziek een beetje benaderd alsof ik een soundtrack zou maken bij een oorlogsfilm. Hè. Dus er zijn heel veel underscores die het verhaal helpen vertellen eigenlijk. Dan heb je de lyrische songs zoals altijd. Heel veel feestmuziek. Het balanceert een beetje tussen musical en filmmuziek. Dus je gaat eigenlijk toch wel hoofdzakelijk zitten luisteren naar een soundtrack. Bart en Kraaij was opnieuw Frank van Laak. Ja, hoe kan het eigenlijk ook anders? Jullie zijn eigenlijk op dat gebied twee handen op één buik. Ja, een musical over een grote oorlog dat zo'n drama is maken, dat is dan toch een hele grote uitdaging. Het is een zeer grote uitdaging, omdat er heel veel mousetraps zijn. Er zijn heel veel vallen waarin je kunt tuimelen natuurlijk. Hè. En de grootste fout hebben we vermeden natuurlijk. Dat is om een geschiedenislesje te vertellen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een romantisch verhaal geschreven. Een verhaal wat gaat over mensen van vlees en bloed. Tegen de achtergrond van die oorlog eigenlijk. Want dat is toch eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Los van alle politieke strategieën en zo. Wat een oorlog doet met mensen. En dat hebben we proberen te vertellen. Dus ja, benieuwd hoe jullie allemaal gaan reageren daarop. Hoe zit u nu in de zaal dadelijk? Is dat dan toch een klein beetje met een zekere spanning of toch loslaten en genieten? Spanning, absoluut spanning. En vooral spanning. Er zou toch maar eens iets moeten misgaan. Hè? In principe gaat er niks mis, maar je weet natuurlijk maar nooit. Hè? De techniek van deze voorstelling is bijzonder ingewikkeld. Ongelooflijke decorstukken die van plaats verwisselen op het juiste moment. Dus er mag echt niks misgaan. Er zal ook niets misgaan. Maar ja, het is een voorstelling die gemaakt is voor mensen en door mensen ook. Maar goed, cross fingers en ik denk dat het een fantastisch spektakel wordt. Laatste vraag. Is dit eigenlijk het allergrootste wat dat u op musicalgebied hebt gedaan? Dit is absoluut het allergrootste. Eerst dacht ik dat Kuifje was, hè, met de watervallen en met de vliegende condors. En dan dacht ik van nee, het is Daans met de grote machines, met de weefgetouwen. Maar dit overschrijdt alle mogelijke verwachtingen. Ik vraag me af wat onze volgende musical zal zijn. Het opvallende is, we verlaten iedere keer weer het theater. Hè. Eerst was het in Post X in Bergen, ja, nu de Neckerhallen. Nu de Neckerhallen, ja, klopt. Omwille van die rijdende tribune, wat toch wel nieuw is in de musicalwereld en in de theaterwereld überhaupt, denk ik. Ja, wie weet neemt Frank ons de volgende keer mee in een jumbojet waar we het spektakel zullen moeten zien. Wie zal het zeggen?